Ja, volgens mij zijn het half doodgevlogen wikingenvogels. Dus ja, weet je, ik weet niet hoe wat vandaag, maar we zien het wel. Oh, goeiedag. Goeiedag. Ja, met jou? Oh, wow, wow, wow. Hoorde, wat zei je daar, meneer? Is dat niks? Ik laat er niks van. Ik vertrouw je nergens over, mat. Hé, hey, hoe bedoel je? Hé, hey, mat, wat is de bedoeling? Ja, ik ga weer luisteren. Zie je hem? Zie je hem? Ja? Zie je erachter? Ja. Zie je erachter? Ja. Eén gek ding. Jij hebt heel je kogel, als net een zeeman. Smeer het. Mat, hoe bedoel je? Wat is de bedoeling? Jij gaat luisteren. Ik ga jou zo meteen die bank daar wegzetten. En gaat luisteren naar mij, oké? Okay? Ja, dat is goed. Dat is goed. Ik doe rustig. Maar ga geen gekke dingen doen, want ik ben ook gek, geloof me. Maat, wat zei ik nou? Ga geen rare dingen 2, 3, 4. Wat je ziet. Gewapende gasten hier. Eén gekke beweging. En jij bent daar visvoer. Ja? Visvoer? Nou, ze lusten mij wel, denk ik. Oké, okay, ik doe het rustig. Ik ga rustig zitten. Rustig. Vertel, wat is de bedoeling? Ja, luister. Ga je met me meewerken? Heb ik een keuze of ik zie weer een wapen daar en zo? Ja, je hebt een keuze, ja of nee, maar nee betekent visvoer. Oké, okay, dan ja, weet je, misschien kan ik ook niet echt zeggen volgens mij, dus laten we dan maar doen. Ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet wie je bent bro, maar dit gaat niet echt dat was over... Zometeen wel duidelijk wat je moet doen, ja? Oké, is goed. Oké, je loopt zo meteen met me mee. Ja. Ik stop mijn wapen weg. Mm-hmm. Gaat niet opvallen verder. Jij gaat stappen mij in en we gaan naar een locatie. Daar wordt alles verder duidelijk, ja? Waar gaan we naartoe? Ga ik niet zeggen. Maar wordt wel lastig man voor mij. Dus ik niet, is het even een reisverrassing of zo? Wat gaan we doen? Ja, weet je. Je stapt zo meteen achter in die buggy. Ja. Stuurderskant, achter in die buggy. En dan ga je gewoon zitten en je mail houden, ja? Hé, hey, luister, dan ik ga zitten. Een bericht voor alle wagens. Ik zie wel een uitnodiging, maar dat... kom maar goed. Alsjeblieft, prio 1. Oké, jongens, wij gaan locatie verlaten. Hoe lang moet mijn mond houden? Tot we er zijn ofzo? Of, Dan kan je zingen. Zingen? Kun jij zingen? Kan jij zingen. Ik kan niet zingen. Kun jij zingen? Als je zingt, dan spaar ik je. Maat, ik kan niet zingen, dus dat scheelt. Dat gaat het nu worden nu. Ik ben al helemaal in shock. Een mooie wapen van je. Oh ja. Ja. De zingen wordt het niet vandaag. Oké. Zie je wel veel auto's? Nee, vandaag niet in ieder geval. Nu, maar vandaag niet, morgen niet, overmorgen ook niet. Niet? Nee. Stoere jongen, hij heeft niet. Nee, ik stoel genoeg maar niet om te zingen. Dan heb ik faalangst. Nou, ik zou eerder bang zijn voor iets anders, maar ja. Ja. Kunnen die mensen 18 zingen? Ik zou het niet weten. Horen ze mij of niet? Als het... Niet? Zo, gaat goed hier. Die laaier hier, die gaat op zijn rem. Hey, what the fuck is dit? Wat is de bedoeling? Uitstappen. Wat doet deze Wout hier, vriend? Okay. Hallo, wat is de bedoeling? Je mag even blijven staan. Deze mannen hier, die gaan jou even ergens naartoe begeleiden. Waarom? Moet ik serieus? Ben je serieus? Maat, het kan je toch niet maken, man? We brengen hem even naar boven. Mag ik even meelopen, meneer? Nou ja, toch. En de veters zitten los. Hallo? Mag u in deze kamer even wachten? Ja, toch. Je mag even hier plaatsnemen op deze mat. Deze mat? Hoezo moet ik bidden? Maar zo ben je terug.
Oké. Okay. Waar wij zitten, joh. Prima. Ja? Willem. Ja? Enig idee waar ik van ben. Nou, ik heb wel geen vermoeden waar je van bent. Ja? Ik vermoed iets met politie, maar hè? Nou ja, jij mag niet meer raden. Nou, hey, luister. Nou, Nikke, goed, wat raar zeg. Ik heb een paar vraagjes aan jou. Ja. Vertel. Oké, luister. We hebben begrepen dat er een nieuwe gang in de stad is. Oké. Okay. Weet je daar iets meer over? Ja, gangs. Wat zijn gangs tegenwoordig? Hè? Bedoel, je hebt het zou een nieuwe groepering zijn. Groeperingen? Nou, ik ken een hele hoop groeperingen in deze stad. Laat ik het zo zeggen. Wat gekke groeperingen. Luister, ga niet gek doen. Wat? Ik vraag het nog één keer. Jij weet meer over een nieuwe groepering in de stad. Ja? Ik heb niks bij jou. Ga praten. Wat krijg ik daarvoor terug? Ja, dat zie je aan het einde wel. Oké. Okay. Ja, ik weet je, liefst doe ik niet deze acties, weet je, maar... Nou weet ik dat er een nieuwe gang in de stad is. En deze gang is best bijzonder, zeg maar. In de zin van? Nou, manier van doen en laten en praten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar weet ik wel van. Nou, niet zoals ik. Ze zijn nog wel iets gekker. Dit is wel even een ander niveau, maat. Oké. Dit is een ander niveau. Dit is een heel ander niveau. Deze mensen... Deze persoon noemt zich de Shurendi Gang. Shurendi Gang. Shurendi Gang, inderdaad. Shurendi Gang. Shurendi Gang. Deze mensen die zullen niet bang zijn als er wordt gericht op hun op hoofd bijvoorbeeld. Die staan gewoon rustig te dansen voor je. Ja? Maakt ze niet uit. Oké. En heb je namen? Ik heb één naam. Verder heb ik geen één. Ik weet wel dat er een gang is, maar ik heb één naam. Wat is de naam dan? Shurendi Martina. Shurendi Martina, oké. Ja, hij heeft meerdere namen, maar dit is de enige naam die ik weet. Houdt zich veel bezig met drugs? Onder andere drugs en vooral gewapende overvallen. Op hele bijzondere manieren in ieder geval. Nou, daar hebben we de laatste tijd best wel wat last van, namelijk van gewapende overvallen. Oké. Hey, ik kan je een vraag stellen. Ja. Jij gaat met ons meelopen, is eigenlijk geen vraag, maar... Ga je dat doen? Als ik nee zeg, kijk, volgens mij heb ik niet een bepaald keuze op dit moment. Maar wat is de bedoeling van meegaan? Wat gaan we doen? Dat wil ik wel weten. Jij krijgt zo meteen zo'n mooi zwart met gele strepen pakje aan. Gaat wel tegen mijn principes in, meneer. Agent. Ja. Ik kan hier ook aan de haaien voegen. Misschien moet ik toch maar die strepen kiezen. Misschien is dat wel een beter idee. Ja, maar ik neem het aan voor altijd. Ik hoop tijdelijk voor je. Het is tijdelijk. Wij willen, jij gaat gewoon met een van ons mee. Mm-hmm. En zodra jij mensen herkent van de Shurendi Gang, of meneer Shurendi zelf, dan willen wij dat jij die aanwijst. Oké. Deal. Wat staat er voor tegenover? Nou ja, een paar miljoen. Kijk, dan kunnen we praten. Now we're talking. Vanuit de overheid is er een paar miljoen vrijgegeven voor deze actie. Oké. Dan kunnen we praten. Ja? Zeker. Oké, jij gaat geen gekke dingen doen? Nee, luister, ik hoor 4 miljoen toch? Ik hoor verder geen ander antwoord dan ja, is goed. Oké. Mag je meelopen? Gaan wij ergens anders heen. Je stapt zo meteen weer bij mij in. Mm-hmm. Wij gaan ergens heen. Ergens heen? Oh ja toch, dat is goed. Well, no fucking shit! Deze mannen kennen geen genade. Oké. Ik ook niet. Luister, die gasten die jij hier ziet zijn de meest getrainde gasten van heel dit korps. Die ga je geen geintje meer uithalen. Oké. 2 seconds later. Ben benieuwd. Moet ik achterin of voorin? Nou mag je voorin. Ja toch, gezellig. Maar dan hoef ik geen gehoor om toch? Jullie werken toch voor de overheid? Jawel. Hey, hoe bedoel je? Jij rijdt toch niet ik? Oké, wacht. Rustig maar. Doe man. Stap uit. Ja toch. Daar zijn we. Ga meelopen. Hey. Hij is voor jou. Zo. Goedendag. We hebben een nieuwe. Ja, ze willen. Kom maar, ja. Loop maar even mee. Ja, is goed.
Zo, een hoek van het HB die jij waarschijnlijk nog nooit gezien hebt. Nee, deze kant niet, nee. Wel de andere kant. Wel de andere kant. Ja. Nee, ja, 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 ik heb vernomen dat jouw afspraak dat gewoon succes was. Ja, ik schrok wel eventjes, maar leuk dat jullie op zo'n manier... Nee, dat geloof ik wel, ja. Maar we gaan jou natuurlijk gewoon een beetje met ons mee laten rijden. En dat gaan we niet zomaar doen, want we moeten voor jou ook wel wat veiligheid regelen. Ja, 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 absoluut. Je krijgt zo meteen een heel, heel sexy hesje van ons aan. Ja. En onze grote vriend die hier staat, die mag... Ben, pak maar even een taser uit de kluis. Dan gaan we jou eventjes een taser meegeven, dat jij ook wel iets kan doen om jezelf te verdedigen. Als dus ik krijg dus een taser voor jullie. Ja, ik krijg de taser mee. Ja, ik krijg even een korte uitleg daarover van ons. En we zetten hem even op een laag voltage. Ik ben down. Dan kan je het even een paar keer oefenen op een persoon. Let's go. Dat echt pijn doet. En dan geen last van mijn knieën. Lekker man, geen last meer van mijn knieën ineens ook. Zo. Oh ja, dat is adrenaline komt er dan bij. Ja, zeker, zeker. Die taser, kom maar met die taser. Hallo, ik moet hem even naar beneden schroeven. Ik ga hem hier jou een volle taser geven. Ja, daarom. Zet hem maar even op laag voltage. Dan doen we hem even, laten we hem even een paar keer schieten op iemand. Zonder dat het echt pijn doet. Mag ik hem iemand schieten? Ja, dan zetten we hem even op heel laag. Dan spelen we even na hoe dat eruit ziet. Maar dan moet je het wel even een keer ervaren hebben. Hè? Ik wil wel op hem schieten dan. Ik weet niet waarom, maar hij lijkt me wel... Hij heeft een mooi hoofd ervoor. Kijk. Dus ja, dat is prima. Kijk, dan moet je even, als hij op jou schiet, moet je even doen alsof het heel veel pijn doet. Ondanks dat de stroom bijna op nul staat. Oh, ja. Daarmee ben je er klaar voor. Ja, kom maar door. We willen hem wel weer terug aan het einde, hè? Je krijgt hem zeker terug. Dat beloof ik. Ja, ik leg hem even op de grond, want geven vind ik lastig blijkbaar. Hij ligt op de grond. Ja, voor de eenheden, we zijn de training aan het afronden. Of die is bezig. Oké, ik heb hem nou in mijn handen. Let's go. Zeg het maar. Mag je richten, voorzichtig, langzaam te trekken, knijpen tot hij gewoon afgaat. Oké, maakt niet uit. Daarna mag je het wapen meteen weer laten zakken. Liefst niet op hoofd. Liefst niet op hoofd. Graag midden op de rug, als het lukt. Ja, dat is geen probleem. Dat gaan we wel lukken. Oké. Ik tel tot drie, ja? Ik tel tot drie. Drie! Het is echt op nul, toch? Nou ja, als het echt pijn zou doen, dan zou die zo reageren. Oké. Maar hier kan ik wel mee. Mooi ervaren, toch? Ja, hier kan ik wel wat mee. Als je die even in je binnenstak van je jas stopt, dan hebben we jou ook eens even kijken. Dan ook een mooi hesje voor jou. Een mooie blauwe waarnemer op staat. Job, kijk. Kijk, staat vanaf nu, jullie weten wie ik ben. Ik ben Willem Hoeslaken, oké? Vanaf nu. Willem Hoeslaken, ja, de heer Hoeslaken. Jullie weten wie ik ben? Hoeslaken ben ik. Maar dan mag jij ook, als je dat wil, heb je een radio bij. Dan mag je die eventjes naar frequentie 1 draaien. Hallo? Hallo, Willem. In principe is het wel de bedoeling dat je alleen uitluistert over de radio. Dan kan je horen hoe wij dat doen, maar... Ik zal verder niks meer zeggen, jongen, sorry. Goed zo, top. Nou, dan denk ik dat je met de collega's die hier naast mij staan gewoon lekker mee rond mag gaan rijden. En dan gaan we eens kijken wat de dag brengt. Oké. Ik heb er net te veel aan de hand in de stad nu, dus ja, ik heb het een en ander meegekregen, dus dat ja. Meegekregen zelfs. Nou, ja. Ik ga heel even omkleden. Ik denk dat Gerco hetzelfde doet. Ik ben trouwens Ben Bos en dat is Gerco Black. Ja, aangenaam. Meneer Black, meneer Bos, ik ben meneer Hoeslaken. Ex-vooropsleiding is Gerco en ik ben corporatie. Nou, dan zal ik me ook nog even voorstellen. Ik ben Jannes de Boer, ik ben de operationeel coördinator vandaag. Jannes, jongen, jij komt zeker uit Brabant, of niet? Dat zou zomaar kunnen. Oh, kijk. Zal ik jou eens eventjes de auto's laten zien? Dat is ook nog Ja, doe dat. Nou ja, dan mag ik collega hem zelf pakken. Ik denk dat Amarok wel leuk is voor deze dienst. Ja, pakken wij hem maar aan. Ik ben hier lekker in Amarok. Ik heb wat tijd van hem. Hier zo? Achterin? Ja, voorin mag je ook als je wil. Oh! Ja toch! Automatische deuren blijkbaar. Nieuw ding. Ja, dat is nieuw. Hey, succes jongens. Ik hoor het wel wat er allemaal gebeurt. Ja, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Ja, dan bericht doei. Alleen dat de heer er weer Hoeslaken is. Heer Noodknop. Is behoorlijk voor iemand denk ik. Ja, de heer Hoeslaken is samen met de 01 en de 09. Sorry, ik druk hem per ongeluk in. Ja, de F11-spier als het goed is. Ja, sorry, ja. Oh. Bankoverval gesignaleerd. Bankoverval? Wij een melding. Oké, dan graag bericht aan alle eenheden. Graag iedereen zich verplaatsen richting de snelweg, daar is een schot gelost. Hey, agent, mag met deze schiet schieten? Ja, dat kan je instellen. Mag dat eerst even eenheden een kijkje nemen. Ja, de 3 gaat al even een kijkje nemen. Ja, bij het hoofd van 5172 is een parkeerplaats. Graag dat alle eenheden daar eventjes verzamelen. Wat is de... Gaan we heen? Wat is het? Wij staan een stukje... Wij gaan hier opstellen.
Wow. Gaan we even afwachten tot dat wij zijn. Oh, oké, gaat dat zo? Oké. Ja. Hey Willem, loop eens even mee. Ja, baas, ik loop mee, ik rest er ook af. Dan ga ik even vertellen wat we dadelijk gaan doen. Ja, ja. Er is mogelijke bankoverval, schoten gelost bij een bank. Nee joh. Dus, we gaan nu hier verzamelen, dan gaan we er allemaal dadelijk tegelijkertijd heen. Echt? Dadelijk komt de OVDP ook nog, die is er volgens mij nog niet. Ik zal dadelijk voor jou een zwaar vest even uit de auto pakken, dan kun je die ook aandoen. Bankoverval, jongen, echt leuk man dit. Serieus, die wil ik gewoon blijven, moet je kijken. Blijf alsjeblieft een beetje op afstand, zeg maar. Je mag redelijk in de buurt staan, dat het wel gezellig is natuurlijk. Alleen blijf een beetje op afstand, dat we niet ook jou met jouw rekening moeten gaan houden in principe. Oké. Goed, Willem en Bos, ik heb hier twee zware vesten voor jullie. Ja, ik vind het wel een goed idee. Agent, wat gaat er gebeuren? Ik moet alleen wel zorgen dat hij niet... Wordt even overlegd welk voertuig bij de bank polshoogte gaat nemen om te kijken of er daadwerkelijk iets gaande is. Oké. Niet te langzaam. Er is wel flink veel verkeer ook, dus daar moeten we ook even rekening mee houden. Ja. Maar ik stel voor dat we gewoon zo snel mogelijk even een plaatsdelict gaan maken. Wat wilt u een Zulu of scherpschutter paraat hebben? Of ga ik hier verschrijven? Sowieso wil ik de Zulu de lucht in hebben. Zulu? Maar wel dan, buiten zicht. Ja, paraat op afstand, dat kan. Dan, dat ze dat niet als ijs gaan gebruiken. Dan laat ik het even aan u over, dan kunt u de motorrijder en de rest van Nederland eventjes instructies geven. Ja, dat is Man, een plekje, jongen, ongelooflijk. Ik zal de weg afsluiten, jongens. Ja. Pas op voor wegafzettingen daarna. Ja, pas op, chauffeur Ben, kom op. Ja, ik ben hier, ik rijd niet. Black rijdt, meneer Black. Sorry, ik had even een pijn in mijn ogen. Black rijdt. Sorry, Black. Sherko. Ja, ja. Wow. Wat is dit? Hey, ik heb kogelvrij vest. Ja, komt goed. Wacht maar. Willen ze dat we hier afblokken? Mijn porter staat er zacht namelijk. Nee, rij maar even. Er staat al Audi. Dus, We hebben wel genoeg voertuigen hier hebben staan, jongens. Zet hem maar bij de T6. Ja, ik heb hem achter de deur. Wat is hier aan de hand? Dan mag je aan de linkerkant van het voertuig dekking nemen, oké? Okay? Ja, aan de linkerkant van het voertuig dekking nemen. Gerko, zet de neus aan de andere kant op. 3001, kom eens uit. Hé, hey, deze ken ik. Deze ken jij? Ja, deze ken ik. Waarvan? Wie zijn dit? Dit is die Surrendi Gang, gek, wat ik tegen je zei. Dit is die Surrendi Gang. 3401, kom eens uit. Kijk ze, ja, dit zijn ze! Dit zijn ze, dat is nou gewoon, nee, dit zijn ze! 100%! 100%, kijk dan! Ja, dit zijn ze! Ze maken daar TikTok-video's alles, joh, ze zijn helemaal lijp! ROC. Agenten, kun je ook dansen zoals hun, of niet? Ik ga naar binnen voor onderhandelingen. Nee, dat niet. Ja, dat nee? Is ontvangen. U mag communicatie direct... Dan kun je even op de kusbuur, dan kun je even dekking zoeken. Ik zit je even te zoeken, je zit gewoon hier, man! Ja joh. Jongen. Dat heet dekking, hè? Maar eerlijk, jij kan zeker dat goed dansen. Ik wil graag nog even laten weten. Wacht, ik heb deze toch? Ik ga het ding spannen. Deze heeft niet zoveel zin op zulke afstand. Bij mij wel, deze ga je niks kunnen doen, Willem. Ik ben Willem, kom goed. Ik ga trouwens wel aan de voorkant zitten. Hé, agent Ben. Jullie weten op naam, hè? Willem, alle vuurwapens naar beneden, zodat deze niet gericht zijn op de bank. Hey. Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling, maat? Wat ga je doen? Laat me rust, maat. Wat is dat? Wat de fuck is dit? Wie komt daar? Wie is daar komen? Wat is de bedoeling, maat? Wat gaan we doen? Wat is dat? Je hebt van links naar rechts, toch? Ja. Die tweede van links. Dus van tweede niet de eerste, maar de tweede. Tweede van links. Oké. Okay. Ja. Ja, jongens. We moeten kijken of we de tweede van links kunnen bemachtigen.
Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat voor eisen hebben deze Sirene gang, maar dit is wel lijp. Dat camera nog in dat moment. Zullen we even via de porto alles door willen geven? Ja hoor, ik wil best via de porto. Wou je alles dubbel, Zivrex? Bij mij? Nee toch? Om te beginnen. Ja. Ze willen een vrije doorgang. Dat kan geregeld worden. Komt jongens, komt dan heb je een lijstje meer, OC? Yes. Roze nagellak. Roze nagellak? Okay. The fuck? Glitterlippenstift. Wat? The fuck? Maar hier gaan we nu mee door, hoor. Ja. Vier grote bucket KFC. KFC? Wat voor net van wouzen? Vier linker teenslippers Adidas wit. Oké. Okay. Vier dikke Jonko. Oh nee, joh. Wat is dit? Vier Ajax-shirt. Ajax? Nee, mag ik dragen, man. Dat kan ik zeggen, jongen. Nee, man. Dat is scheldengek. Kan je niet maken. Go. Vier apencola. Ik heb toch even gevraagd wat dat was. Dat was Fernandes, blijkbaar. Wat zeggen jullie allemaal? Nou, eten en drinken kunnen we regelen, maar... Nee, man, kan je niet zijn, man! Geef ze maar een tegoedbol. Ja, maar dat gaan we ook niet geven. En een dikke boombox, of wel gewoon een box van muziek. Boombox. Want je zit denk ik ook in de auto, dus die kunnen ze mooi uit de auto halen, die muziek. De enige eisen die ze dus stellen is voor in ieder geval voor onze vrije doorgang. Ja. Ja, klein probleem. Holy shit. Meneer, ga eens aan de kant. Ga eens even weg, gewoon. Pak mijn taser, maat. Oh shit, dat is niet slim. Nee! Ik had een Fernandes, iets wat lijkt op. Oeps. Shit dan, joh. Sorry. Mijn fout, sorry. Mijn fout. Oké, agent, ben je klaar voor? Ik ben weer buiten. Dan gaan we. We gaan serieuze dingen doen, dus. Ze hadden wel het gevoel dat ze jou weer kennen. Ik heb de Audi gaan leiden. Blijft er ook één eenheid. Ik heb geen Willem gezegd, ik heb alleen gezegd meneer Roeslaken. Wat zeiden ze toen? Ja, ik zou gaan. Ze zeiden deze ook toen. Ik heb geen Roeslaken, dus toen hebben ze niks meer gezegd. Oké, ik heb gelukkig de bivak op, dus het scheelt. De motorrijder gaat achter blijven aangezien meneer met. Zodat ze met de auto vluchten. Negatief, lijkt me niet slim. Mij lijkt slimmer als het T6. Hier blijft, gezien de snelheid. Ik weet niet wat de codetas praat, agent, maar wij blijven gewoon die wagen zitten. Nee, we gaan mee, toch? De T6 ja, mag blijven staan. Kijk dan. Gewoon even. Goeie. Ambulance. Wat de hel? Hoe zien hun nou weer eruit dan? Alle vier stappen in de BMW, ze zijn onderweg. Ze rijden VP. Van de Audi. Oké, daar gaan we. Jongens, Audi voorlaten. Audi komt links voorbij. Op de rijder kun je rechts voorbij. Hey, beter gaan we ze pakken dan. Ik ben geen wouter, maar dit wil ik mee maken. Posities doorgeven. De rijder heeft een beetje last van hoofdpijn, zo te zien. Ja. Blijven staan we af en toe ik ook, hoor. Wow. Wat doen die hersenlozen, man? Wow. Goedemiddag. Maar waren dit nou mannen of vrouwen? Ja, dat weet ik niet. Moeilijk van. Gevaarlijk om dat tegenwoordig goed te zeggen. Hij rijdt in ieder geval wel als een vrouw. Ja, dat is wat te zien. Oh, ik heb een beetje uitgaan. Heeft niemand gezien? School. En gezien de grote hoeveelheid inzittenden, graag zoveel mogelijk voertuigen koppelen. De Zulu kan mogelijk de locatie overnemen. Rechtsaf richting basic pit, draaien we om. Wat gebeurt hier allemaal, man? Als rij richting acteergebied aanhoudt, dan... Richting haven, vliegveld. Nou, we zitten nog goed achter. Ik had verwacht dat ze sneller waren. Ik dacht dat we ook al klaar waren in dat... En nu parallel naar jullie hier. Oké, je boertuig begint zwaar te roken, jongens. Let op, ze kunnen zo met elk moment gaan uitstappen. Oh, gecrashed tegen de volgende. BTGV starten, BTGV starten. Radio stilte, BTGV gestart. Hand omhoog. Oh, Godverdomme!
Op je knieën. Het is definitief. Ik zie piemels onder de rokjes uitkomen. Het zijn mannen. Oké. Okay. Op je knieën. Thanks voor de info. Kun je net toch wel 3 laten op etodiscipline? Eentje heeft een vuurwapen bij. Ik neem aan dat we ze even gaan fouilleren, ze dan veilig stellen en dan aan de kant leggen. Ik ga wel fouilleren, jongens. Hou vuurlijn alsjeblieft. Ik heb een half zo 20. Kom eens uit voor de meldkamer. Lifeline voor de meldkamer. Je bericht? Kunt u alvast opstijgen en even in de lucht blijven hangen nabij de golfbaan? Jongens, gaat radio stilte 1, vuurwapen afgenomen. Ik ga nog eens voor de duidelijkheid, de situatie weten, want ik heb geen ongeval gehoord, meer niet. Op dit moment op BTV gaande, graag alle beschikbare balans eenheden richting de golfbaan. En dan heeft afstand houden. Lifeline 1 voor over de heen. Golfbaan? Golfbaan. Oké, okay, jongens, we zijn veilig voor de ambulance. Kreeg Lifeliner 1 te zijn meng op te steken. Positief. Iedereen zegt op. Ja, dan ga ik alle eenheden beschikbaar eenheden verluisteren naar de meldkamer. Ga ik even ruimte maken voor een Lifeliner om te landen. En een veilig werkomgeving gaan creëren voor de ambulanciers. Dan mogen hier iedereen medisch fit verklaren. Daarna mogen ze aangehouden worden en verplaatst worden naar HP. Positief. Wat de fuck? Ik ga je even met de ziekenhuis. Wacht heel even jullie aandacht. Ja, dat kan. Okay. Jullie zijn in verband met de gewapende overval. Jullie zijn niet tot antwoorden verplicht. Jullie hebben recht op advocaat. In deze jullie niet zelf kunnen veroorloven, zal er een toegewezen worden. Hebben jullie rechten begrepen? Jawel. Ja, ja. Ik moet naar het ziekenhuis, zwaar. Ik kan nog even één vraagje zeggen. Kan je één keer naar het ziekenhuis wil dat kan. Collega, zijn zij medisch fit verklaard door de ambulance? Deze man, de eigenlijk man. Ze zijn niet meegenomen, dus ja. Holy shit. Over de G, kom eens uit van de meldkamer. Mijn naam is uitgerekt, Mio. Twee nodig. Personen bij de auto, zijn deze al medisch fit? Oh, godverdikkie. Niet 100%. Ze zijn wel aan het klagen over het ziekenhuis. Moet niet zelf vervoeren of kunnen wij deze vervoeren? Als jullie willen, wij zijn nog naar het ziekenhuis vervoeren. Niet in. Agent, ik ga niet in de... Neem dan wel mee in de Touran. Hey, ik herken die stem buiten de bus. Je mag van mij meerijden. Ik herken dat stem buiten de bus. Oeh, dat was een hele bekende stem. Maar, hier gebeurt het ding ongelooflijk, jongen. Oeh, god. Ik denk dat ik jou ooit een keer op TikTok heb gezien, maar ik weet niet precies waar die video over ging. Oh, dat is een hele bekende stem, heb je dan. Ja, is dat zo? Ja, ik weet niet meer precies waar die... Ik ga niet nazeggen wat er in die TikTok gezegd werd, maar het was wel een hele leuke video. Volgens mij was je aan het gamen toen met een paar mensen, Fall Guys. Volgens mij ook. Een beetje boos op het spel, maar... Nee, ik weet niet of het Fall Guys was. Oh, dan kijk ik ook nog wel in, ja. Daar staat me nog iets van bij, daar kan ik je wel vertellen. De 34. Ik moet wel zeggen, ik heb nooit een beetje accent geplaatst. Is dit nou Limburg of is dit nou Friesland? Oh, het is, dan was het een goed lust. De 07 is er ook, alle verdachten zijn bij ook geen Fries. Als ik Fries gaat zeggen, dan zijn we helemaal geen bediening meer. Nou ja, het is in ieder geval geen Brabants en geen Zeeuws. Oh, word ik net met jullie met Hierwagen? Dat is toch verschrikkelijk. Ja, we zijn met alle verdachten aangekomen. We staan bij de post. Boerentaal? Boerentaal. Waar komt deze boer dan vandaan? Uw prachtige Drenthe. Drenthe. Oh god. Ja. Oh. Schuif die deur maar open. Hallo, goeiedag. Hey, ik kan het daglicht weer zien. Hallo. Jullie parkeren wel heel kort op mijn ambulance, moet ik zeggen. Ja, dat geeft niet. Tijd nee, je hoeft toch niet meer in die ambulance te zijn. Bas betaald. Als in de back, jong. Ja, nou, dus echt dat. Volg maar even. Assaultation, ik weet niet wat dat is, maar ik ga hier naar binnen duwen. Die had ik niet gevraagd, hè? Oh, je moet je sporten. Oh nee, daar ben ik nog niet gevist genoeg. Nou, dat we dat maar niet doen. Ik zal even een andere camera aan. Ja, je hebt wel weer het weg. Ik denk, ik zoek maar, ik vond dit een leuke naam. Zeg eens. Ja, ik ben het. Ja, klopt. Zou jij misschien als nog een collega daar een ABS transport had? Zij mag de brancard voor je, wat is jouw probleem? Waarheen komen? Het ziekenhuis. Verdomme, wij komen die kant op. Hé, hey, daar heb je hem! Okay, daar heb je hem! Ik ga jou ontboeien, je mag gewoon even zelf in bed gaan liggen. Tatu, tatu,
dat vind ik wel. Ik ben gek op brancards hier, ik mooi uit. Tatu, tatu. Zo te horen is persoon beter of niet? Nee, ik hoor die gekke pillen. Oh, mijn god. Hé, laat me los, hoor. Je zit aan mijn titel, kom je, laat los. Sorry. Dit is niet normaal, jongen, ik zweer je. Laat me los. Hé, wie wat vechten? Wie wat vechten? Leg op die bed. Oh, sorry. Hey, ik kan niet op die bed komen, joh. Beter je best doen. Ik vind wel dat meneer redelijk goed kan lopen. Ja, ik vind ook dat hij. Ik denk dat we hem kunnen aanhouden. Als we hem medisch fit verklaart, dan nemen wij hem mee. Ik ga. Medisch fit? Nee, die dokter heeft mij pillen gegeven, die gekke roze olifantjes. De meneer is even... Laat terug naar buiten gaan. Laat jullie mijn lievelingetje met rust, of niet? Of mevrouw. Oh, verdikkie. Ik ga deze persoon meteen mee naar buiten. Als ik dan niks op zie dan... Als je met mij even kan helpen. Heeft u misschien een pak sigaretten bij? Een pak sigaretten? Ik wil die brancards. Ja. Ik lig er ook op. Wat is er? Bericht voor alle collega's. Graag gewoon alle aanstanden even afhandelen. Jou. En daarna gaan wij met vervolg sluitweven af met de hoeslaken op het HB. Ik ken jou niet. Hey, daar moet je lang over nadenken, Koning. Rover 431. Daar moet je nog korter over nadenken. Je kent mij wel. Jij kent hem zeker voor de... niet. Jawel. Waar moet ik over kennen? Van om de hoek. Van om de hoek? Welke om de hoek? Ja, om de hoek van de straat, Koning. Welke straat? Waar woon ik? Waar woon jij? Bij jou om de hoek. Jij woont niet bij mij om de hoek. Oké. Maar jij hebt wel een bekende kop. Hoe kan dat? Jij ziet mijn hoofd niet. Jawel, zwart. Ja, dat is het enige wat je ziet. En twee ogen. Ik ben ook zwart. Dan nog. Moeten wij langs achter in de rijden? Dus daarom herken ik jou. Waar herken jij maar van me? Nee, kan via de polka. Ik weet niet, maar lang. Ik herken jou wel in ieder geval. Ik herken jou wel, dat is het belangrijkste. Je hebt al naar mijn rokje gekeken, hè, vroeger? Nee, zeker niet. Je hebt ook die staf gezien, hè? Welke staf? Jij hebt één staf gezien, dat is die pas Sinterklaas verder kan niet. Dat vond je lekker, hè, toen Sinterklaas heeft die staf gezien. Jij. Ik sowieso. Laat toch even je mond houden, is misschien makkelijker. Nee. Kom, ja, je moet zo je mond houden, man. Dat kon je wel. Pannenkoek. Jij ook. Jij ook. Hey. Wat ben jij voor doorgerukt Duitse man? Laat je het zien als je nou oplet. Wat is ze joh, doorgerukt Duitse, schiet hem op. Kom, breng ons beden, kom. Ik breng helemaal niks. Jullie gaan gewoon luisteren aan je mond houden en dat is het. Toch collega naast mij, zeg even ja alsjeblieft. Nee, het is te laat. Hij zei het, niks aan de hand. Het is te laat. Jij bent te laat. Je hebt de boot gemist. Ik heb een kwartier Antilliaanse tijdje. Jij hebt boot gemist. Nee, sowieso niet. Ik heb twee boten gemist. Van Afrika, G. In de stand en. Was je met een paar piraten? Sowieso. Was je met een paar piraten dan? Is minimaal. Jack Sparrow, ken je die? Ja, Jack zei rekken enkel. Hey, Willem. Ja. Ga loop even, laten we collega's even die arrestant afhandelen. Ja, let's go. Laat me deur dicht. Deze even weg doen. Meneer. Hoeslaker. Ja. Kunnen wij even afscheid van elkaar nemen? Deur dicht! Ja, laten we dat doen. Loop maar even met mij mee. Dicht! De zware deur. Joren, klaar! Hey, meneer Hoeslaken. Ja. Onze ontmoeting was niet al te rooskleurig. Nee, man. Uiteindelijk denk ik dat hij nog best wel een leuke dag heeft gehad. Hoe kijkt hij erop terug? Best gelachen. Genoeg meegemaakt in ieder geval. Ik heb genoeg meegemaakt. Ik ben er best moe van. Ik heb twee stalpoten in, dan word je bang van gewoon. Serieus. Bedankt voor de informatie. En wat mij betreft mag je je vest en je pet even teruggeven. En dat masker, dat mag je wat mij betreft houden. En dan wens ik jou nog een hele fijne avond. Dank je wel. Tot volgende week. Kom mijn geld halen. Hoe vind je die? Ja, is ook goed. Goed. Dan spreken wij dan. Dat is goed. Ik ga me gauw omkleden, want ik krijg bijna een jeuk van die klote kleren van jullie. Jongen, ja, doe goed, hè? Dat is goed. En dan was zo. Yo. Oh ja, die taser. Die taser? Deze! Ja. Mazzel! Zo.